Een hele goede dag weer. Inmiddels zijn we alweer bezig met fotobespreking nummer 32. Hartstikke leuk dat je weer kijkt. En ontzettend leuk dat jullie nog steeds ontzettend veel foto's insturen. En ik blijf heel veel foto's binnenkrijgen. Ik merk wel dat er steeds heel vaak dezelfde soort foto's worden ingestuurd. Dus mocht je op een gegeven moment je foto's willen insturen, kijk ook eventjes een keer bij de oudere fotobesprekingen. Want onder die verschillende thema's kun je misschien al heel veel tips vinden die ook voor jouw foto's gelden. Ik zie heel veel foto's binnenkomen waarbij ik elke keer dezelfde tips geef. Dus schroom niet om ook de oude fotobesprekingen door te kijken. Want het is ook vreselijk leuk als jouw foto besproken wordt. Maar aan de andere kant, als ik elke keer dezelfde tips geef, ja, dan maak ik voor jou een tip en voor hem een tip en voor haar een tip. Maar zorg er ook voor dat als jij een foto instuurt, dat die foto ook daadwerkelijk iets toevoegt ten opzichte van de andere fotobesprekingen. Waarbij je dus ook vragen stelt of waarbij je ook specifieke beelden laat zien. Met, waar ik tips op kan geven die ik nog niet eerder heb gegeven. Dus denk daar een beetje aan dat we niet op een gegeven moment alleen maar dezelfde soort foto's binnenkrijgen. En ook alleen maar dezelfde tips daarbij krijgen. Dus niet alleen je eigen foto's bekijken bij de fotobespreking, maar ook andere oudere besprekingen kijken. Oh ja, vergeet niet te reageren. Mag hieronder, in de comments, mag op mijn website, mag op de social media. Ik vind het vreselijk leuk om te horen hoe het bevalt en of jij uiteindelijk er wat aan hebt gehad. Zodat ik niet alleen maar in het luchtledige aan het praten ben, maar dat ik ook gewoon weet dat het uiteindelijk past bij datgene waar jij op dat moment mee bezig bent. Fotobespreking nummer 32 gaat deze keer helemaal niet over iets wat ik al vaker doe. Geen landschappen, misschien een beetje. Geen dieren, misschien een beetje. Geen macro, misschien een beetje. Geen bloemen, misschien een beetje. Ik heb juist eigenlijk in de reservebak wil ik eigenlijk niet zeggen. Dat vind ik wel te lullig klinken. Maar ik heb even gekeken wat voor foto's ik nog niet besproken had. En ik kwam eruit op een aantal beelden die wat meer de artistieke kant uitgaan. Beelden waarbij de maker ook met de bewerking wat artistieke kant uit is gegaan. Zwart-wit beelden. Dus ik heb wat beelden bij elkaar geraapt die uiteindelijk wat meer een artistieke, creatieve uiting geven. Anders dan alleen maar het onderwerp. Dus ik zou zeggen, laat eens kijken. Nou, zoals je hier ziet, heb ik een tiental beelden. Maar schrik niet, er zijn een aantal weer bewerkingen van. En laat ik eens keurig netjes beginnen met het eerste beeld. Dat is deze. En daarbij is dit de bewerking geweest. En ik zit me ineens heel stilzwijgend te bekennen. Heb ik dit beeld niet alles besproken? Hij komt me zo bekend voor. Ik zit me gewoon te bedenken of ik dit beeld niet alles besproken heb, joh. Zou dat zo zijn? Zou ik nou gewoon een beeld te pakken hebben wat al besproken is? Kan ik natuurlijk heel makkelijk eens nakijken. Maar kan ik dat zo makkelijk nakijken? Ik heb geen idee. Ik ga heel even kijken hoor. Ja, dat is natuurlijk. We kunnen natuurlijk zo kijken. We kunnen natuurlijk zeggen in welke collectie zit hij. Nee, hij is nog niet besproken. Tenminste, althans niet volgens mijn collecties. Nou, in dat geval gaan we er gewoon lekker naar kijken. Soms komen beelden zo bekend voor. Hè, dan denk je, dat heb ik toch al eens een keer gedaan. Nou, dit beeld. En dit is de bewerking erbij. Wat je heel erg leuk ziet, is dat het beeld op zijn kop staat. Waarschijnlijk is het origineel beeld, ik ga toch even die balk aan de bovenkant erbij houden, want ik is elke keer van hop naar her te slingeren. Zo. Wat je heel, waarschijnlijk is het originele beeld is zo genomen. En dan zou je het misschien alweer een stuk meer herkennen. Een reflectie van een boom in een plas met water. Volgens mij zie ik zelfs zie ik wat ijs erbij. Nou, in ieder geval niet van plas met water. En ook scherp gesteld op de boom en niet op datgene wat overheen zit. En vervolgens de foto ondersteboven gezet. Nou, dat vind ik erg leuk, want dat is een hele creatieve vorm. Want daarmee word je als kijker een beetje op het verkeerde been gezet. Van waar kijk ik nou precies naar? Nou, en het contrast is vrij weinig. Dus heeft de maker, Erik in dit geval, heeft wat contrast wat geboost, ook wat gesneden. Waardoor je ook op meer die boom ingezogen wordt. Nou, ik vind beide bewerking vind ik goed. Zou ik zeker ook gedaan hebben. Ik vind het snijden vind ik goed. Zou ik zeker ook gedaan hebben. Ik zou zelfs nog hebben gekeken om misschien nog iets meer te snijden. Want ik blijf aan de boven- en aan de onderkant blijf ik van die randen zien. Waar je toch het gevoel hebt van, hé, er klopt iets niet. Natuurlijk snap ik ook wel dat die top van die boom, die valt een beetje weg in die rand. Dus ik zit even te kijken. Stel dat ik nou eens nog wat meer zou snijden. Dan raak ik natuurlijk een stukje van die boom raak ik kwijt. Snap ik. Is misschien ook wel jammer. Aan de andere kant, als ik dit doe,
heb ik het gevoel dat ik nog meer alleen maar een boom zie. En als kijker word ik nu een beetje op het verkeerde been gezet. En dat is het leuke hiervan. Want ik zie ook, als het ware, dingen op het water en onder water. Dus ineens begin ik te kijken van waar kijk ik nu precies naar. En dat vind ik met zo'n beeld altijd wel erg leuk. Dat je dan op een gegeven moment, in het begin denk je een boom. En dan vervolgens ga je dieper kijken. En dan blijkt het toch net even anders weer te zijn. Het grappige is dat jij volgende beelden in zwart-wit hebt omgezet. En ik zit ook heel stiekem te kijken. Wat zou er gebeuren als ik dit beeld in zwart-wit omzet? Moet u wel op het goede knopje drukken. Als ik dit beeld in zwart-wit omzet. En als je dan goed kijkt, zie je dat je nog meer. En dan ga ik het lekker het contrast nog wat boosten. Dat ik nu nog meer, als het ware, de abstracte kant uit ga. Ik zie een boom. En toch ook weer niet. Ik begin te kijken. Ik begin er langer naar te kijken. Dus ik zou zelf zeggen, van zet ook dit beeld, net als andere beelden die je hebt gedaan. Ik ga zelfs nog een klein beetje meer snijden om echt linksonder ook kwijt te raken. Ik zou dit beeld ook in zwart-wit omzetten. Kleur leidt hier af. Die vormen van die kale boom is zo, die beuk die er staat, is zo kenmerkend en zo lekker diep donker zwart. Hè? Als ik het histogram erbij pak, dan zie je ook dat die gewoon echt lekker diep donker zwart is. Dat zwart mag je goed aanzetten. En dan zit er ineens van alles voor. Je ziet kringels erbij. Ik vind dit gewoon een heel mooi beeld. Dus ik zou ook deze lekker in zwart-wit omzetten. Het volgende beeld is ook zo'n heerlijk abstract beeld. Zo'n hele lange schaduw. Met aan het eind een soort kromtrekkende schaduwpartij erin zitten. Dus ik vind het ook een heel gaaf beeld. Wat ik wel hier merk, je hebt ontzettend uitgezoomd. Ik heb het gevoel dat de voorgrond dat te veel is. Ik denk dat ik zelf toch 1 of 2 stapjes verder naar voren zou gaan staan. Het grappige is, jij staat hier zelf natuurlijk ook in beeld. Hè? Dat weet ik omdat ik dit soort foto's zelf ook maak. In deze rechterschaduw sta jij waarschijnlijk. Hè, want die zon die komt van achter, dus die schaduw werpt helemaal naar voren toe. Dus jij staat zelf ook. Die schaduw van jou wordt ook opgeworpen op die voorgrond. Maar door juist in de schaduw van de boom te gaan staan, zie je zelf niet. Hartstikke goede truc, want dat zou vreselijk af hebben geleid als ik jou had gezien. Toch zou ik zelf hier een stuk naar voren zijn gelopen. Misschien zelfs mijn camera boven mijn hoofd hebben gedaan. Want ik vind juist die achtergrond heel erg gaaf. Met die takken die zo krom zijn. Maar ik vind die voorgrond te veel. En die achtergrond zit ook heel erg tegen dat kader aangeplakt. Ik denk dat ik zelf toch wat naar voren. En toch ietsjes mooiere verhouding tussen die takken in die achtergrond. En die boomstammen in die voorgrond. Dan raak je denk ik ook een beetje die grote voren kwijt. Van dat echte duidelijke veld, waardoor het echt een veld wordt. En wat je zou kunnen doen, maar dat is in het veld. Je hebt hier natuurlijk behoorlijk het contrast geboost. Maar omdat het donker heel erg donker is, zou je in het veld hebben kunnen besluiten om hem behoorlijk over te belichten. Had je in het veld dus moeten doen. En daarna de zwarte partijen enorm terug te brengen. En wat je dan krijgt, zoals je ziet, is dat je nu nog harder zwart-wit contrast krijgt. En dat die voren ook een wat abstractere vorm gaan krijgen. Als ik even weer het verschil laat zien. Ik zal ze even weer eens naast elkaar zetten. Dan kun je het verschil goed zien. Kijk, bij de linker zie ik nog heel veel structuur in dat veld. Bij die rechter zie ik gewoon veel harder dat contrast erin komen. Waardoor ik nog veel meer nadruk krijg op die mooie vorm. Maar nogmaals, ietsjes naar achteren lopen dat veld op. Camera boven je hoofd houden. Dat je een iets andere verhouding krijgt. Dat die voorgrond net even wat minder is. Zo. Ben je er nou weer? Ja, daar ben je weer. Het volgende beeld is ook van jou. En dat, ook dat is weer hetzelfde beeld. He, je ziet die schaduwwerking weer terugkomen. En ook deze heb je omgezet in zwart-wit. Vind ik ook weer een hele goede keuze. Vind ik prachtig omdat je hier veel meer de nadruk op die structuur hebt. Maar wat in dit beeld ook weer een beetje wreekt, is dat het contrast is heel erg grijstinterig. En zwart-wit leent zich enorm voor. Met zwart-wit mag je lekker aan de schuifjes trekken. Dus ook dit beeld zou ik dat ook zeker doen. Bijvoorbeeld het vervelende is. Als je zwart-wit omzet, moet je eigenlijk altijd vanuit de kleur beginnen. Dus ik ga ook even hier een eigen zwart-wit maken. Dan zie je dat die ook weer vrij flauwig is. Maar het mooie is nu. Met zwart-wit kun je aangeven welk van de kleurkanalen jij naar zwart wil hebben. Nou, dat kan ik in Lightroom heel mooi doen hier aan de rechterkant. En dan kan ik zelfs, als ik op een gegeven moment geen idee heb welk kleurkanaal ik zit, kan ik zelfs hier een dingetje pakken. En dan kan ik daarmee als het ware naar het kleurkanaal gaan wat ik naar zwart of naar wit wil hebben. Nou, ik ga hier boven de blauwe lucht staan. Als ik nu klik en naar beneden trek, dan zie je dat die blauwe lucht ineens naar zwart gaat. Of de blauwe lucht gaat naar wit.
Nou, en ik vind blauwe lucht vind ik altijd wel heel mooi als die lekker naar donker naar zwart gaat. Moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Die wolken die knallen er op dit moment gewoon uit. Nou, je ziet dat het totale contrast behoorlijk weinig is. Hè. Ik krijg natuurlijk een heel matig, heel flauw in het midden zijnde, bijna aan de donkere kant histogram. Dus ik vind sowieso dat histogram iets meer naar het midden mag. En vervolgens ga ik dan die lichte tonen, die ga ik dan lekker wat naar wit halen. Nou, vervelende is, ik kan nu niet zien wanneer het overbelicht is. Dus ik pak eventjes dit vinkje hier rechtsboven erbij. Dat als ik die witte tonen behoorlijk doorga, kijk, dan gaat het te hard. Nou, dat vind ik niet meer mooi. Dus op deze manier kan ik die blauwe lucht, misschien heb je zelfs een polarisatiefilter gebruikt. Want je ziet dat rechtsboven, rechtsboven veel donkerder is dan rechtsonder in de lucht. Dan kan ik zelfs nog zeggen, ik wil die structuur in die lucht nog wat meer naar voren brengen. Nou, dan ga ik er nog een gradiënt overheen trekken over de lucht. En dan zie ik dat daar de highlights een beetje uitzitten. Nou, die kan ik er een klein beetje uitlaten. Maar wat ik vooral ga doen, en dat vind ik altijd weer erg leuk, is de levendigheid of de clarity wat opschroeven. Nou, en dat moet ik natuurlijk niet in die bomenpartij doen. Dus ik zet dat een beetje naar boven, zo op deze manier. Nou, en dan heb ik in die onderkant heb ik ook nog best wel een wat nog niet zo heel duidelijk contrast. Dus ik ga het gewoon het totale contrast nog eens eventjes lekker wat opvoeren. Nou, de lichte partijen die wil ik niet uitgebeten hebben. En dan kan ik zelfs nog een gradiënt hier over de onderkant heen trekken. En dan kan ik daar op een gegeven moment ook zeggen van nou, ik zou daar bijvoorbeeld... Oh, ik wil hem wel recht hebben graag. Als je een rechte gradiënt wil hebben, is de truc om de shift ingedrukt te laten. Alleen de fout die ik altijd maak, is dat ik dan eerst de shift loslaat en daarna pas mijn muis losklik. Dus muis loslaten, dan pas de shift. En daarna heb je hem heel mooi recht staan. Dan kun je hem dan naar boven slepen. Je kunt hem nauwer maken. Nee, niet een nieuwe maken. Ik wil deze hebben. Een beetje naar beneden zo op deze manier. En dan heb ik hem perfect recht staan. Nou, vervolgens kan ik zeggen van ja, daar wil ik ook de lichte tonen wat meer naar boven hebben. En ik wil het contrast ook daarna wat lekker wat gemaximaliseerd hebben daaronder. Misschien de levendigheid ook wat. Dan kan ik het zwart punt wat naar beneden brengen. Dan worden de donkere tonen worden wat harder. Maar ik kan de shadows kan ik wat omhoog halen. Waardoor ik dus niet alles naar zwart krijg. Nou, moet je eens kijken wat er nu gebeurt. Als ik deze eventjes vergelijk met de foto die jij hebt gemaakt. Dan zie je dat die voor jou heel erg grijzig oogt. Terwijl zo'n zwart-wit contrast, moet je eens kijken, daar kun je ontzettend gave dingen mee doen. Overigens, ook bij deze foto was een paar meter dat veld ingelopen. Want wat ik ontzettend jammer vind, is dat die hele mooie structuur daar, aan deze kant, niet alleen heel erg vastgeplakt zit op al die bomenrijen in de verte. Maar tegelijkertijd zie ik een enorme lijn naar voren. En ik zou eigenlijk deze mooie structuur, die zou ik gewoon hier willen hebben. Gewoon veel meer naar voren, veel duidelijker in dat beeld. Nou, volgend beeld. Is die ook van jou? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik weet echt niet meer of die ook van jou is. Ik ga even heel stiekem kijken van wie die ook weer is hoor. Even kijken. Nee, die is van Andius. Zeg ik het goed? Een mooie naam. Andius. Wauw, mooie naam zeg. Gaaf. Niet de naam die je veel tegenkomt. En dat is natuurlijk een kievitsbloem. Als je mij natuurlijk blij wil hebben, ja, dan zou ik altijd kievitsbloemen insturen. Ook die lijkt op een foto die ik al eerder gehad heb. Maar nee, ik kan hem. Nee, is toch niet gebeurd. Wat ik hier heel fraai vind, is de hele zachte sfeer die je hebt weten te creëren. Een hele mooie, zachte sfeer. Daar zit een soort waas overheen. Een beetje contrastloze sfeer. Dat vind ik wel ontzettend mooi. Ik zit altijd even te peinzen van ja, zou ik dit contrast niet toch ietsjes meer opvoeren? Moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Als ik nu het contrast wat opvoer, dan zie je dat die nog lichter wordt eigenlijk. En dan kan je de kleur misschien zelfs nog een klein beetje opvoeren. Moet je eens kijken wat een enorme serene sfeer je kan creëren. Wat ik wel jammer vind aan het beeld, maar dat is een even puur compositietechnisch, is dat ik voor die achterste kievitsbloem zie ik van die sprieten zitten. En de voorste kievitsbloem, daar zit ik tegen de achterkant aan te kijken. Dus de bloem zelf staat gewoon niet zo heel mooi vrij. Dus ik vind de sfeer waanzinnig. Heb je hartstikke goed gedaan. Maar ik vind, hij staat niet lekker vrij. Zorg eerst dat hij mooi vrij komt in de ruimte. En ga dan met die sfeer aan de gang. En als dit niet de goede kievitsbloem is, pak dan een andere. En als dit de enige is, kijk of je er dan toch een beetje omheen kunt draaien. Dat je een andere hoek kunt kiezen. Want hij zit hier te verscholen achter zijn eigen stengels. En dat vind ik zelf een beetje zonde. De volgende foto is volgens mij wel weer van Erik. Dit beeld gemaakt van een spin in een web.
En vervolgens daar deze bewerking op losgelaten. Nou, de bewerking om meteen te gaan vind ik wat aan de harde kant. Ik vind een behoorlijk harde bewerking. Vrij donkere tonen, hard contrast. Dat vind ik zelf niet zo ontzettend mooi. Ik vind de compositie wel heel erg fraai gekozen. Je hebt aan de ene kant heb je die mooie spriet met die... die waterdruppel. En aan de andere kant heb je dat hele mooie onscherpe web daarboven. Dat vind ik echt heel erg gaaf gedaan. Dus ik kan me voorstellen dat je zegt, ik wil de foto wat lichter hebben. Aan de andere kant, dat had je ook prima in het veld kunnen doen. Zorg dat de basis... Zo gauw ik aan exposure kom, is dat eigenlijk een teken dat ik dat in het veld had moeten doen. Want exposure is iets wat in feite de belichting in het veld is. Dan kan ik me voorstellen dat je zegt, van ja, ik wil die exposure niet te ver opdrukken in het veld, want dan krijg ik overbelichting. Maar kijk ontzettend uit, hè. De achterkant van jouw schermpje, met dat histogram en dat geknipper, is op basis van de embedded JPEG. Die is veel minder vergevingsgezind dan de informatie die eigenlijk in de foto staat. Als jij in RAW fotografeert, zit er veel meer informatie in die RAW-file dan wat jij op de achterkant ziet. Dus je mag best een klein beetje uitbijten op de achterkant van je schermpje. Geen probleem, maar zorg er dan in ieder geval, of niet te veel natuurlijk, maar aarzel daar niet voor of wees daar niet bang voor. Want uiteindelijk zit er nog veel meer informatie in je beeld. Nou, het feit dat ik hier dus met mijn exposure aan de gang moet, betekent in feite dat deze dit beeld gewoon een volle stop overbelicht had kunnen worden. Gewoon in het veld al. Dus zorg dat je dat in ieder geval doet. De basisbelichting doe je in het veld. En daarna kun je fine-tunen in de computer. Nou, daar zit nu al een behoorlijk contrast in. En je kunt zeggen van ja, ik ga dat contrast verder opvoeren. Dat is een beetje wat jij hebt gedaan. Ik vind dat zelf denk ik niet zo heel fraai. Maar ik kan nu ook zeggen, ik pak de schaduwpartijen, ga ik nu juist wat oplichten. En dan zie ik al, ook hier zit ik op een JPEG te werken, dat hier al een behoorlijk contrast in zit. Dus ik heb die schaduwpartijen nu wat opgekrikt. En dan kan ik vervolgens mijn hooglichten weer wat terugduwen. En dan zie ik dat er al een behoorlijke hoeveelheid aan kleur in zit. Dus ik heb het idee dat je of niet op JPEG bezig bent geweest, of dit is ook al een nabewerkte file. Want ik kan me niet voorstellen dat dit ruw zo uit jouw camera komt. Want ik vind dat behoorlijk hard in kleur en contrasten. Zelfs zo hard dat ik hier geneigd zou zijn om de kleur wat terug te brengen. Om wat minder leven of wat minder vibrance erin te zetten. Nou, dat rechtsonder dat steeltje, dat kan ik me voorstellen dat je dat eruit wil halen. Dus dat, ik denk dat ik dat ook dus een klein beetje uitsnijden hier. Een beetje zo op deze manier uitsnijden. En dan kom ik denk ik weer redelijk op een vergelijkbare uitsnede met wat jij hebt gedaan. Nou, als ik nu even jouw bewerking ernaast zet, dan kunnen we even het verschil zien. Dan heb jij hem iets donkerder gelaten. Ik heb hem uiteindelijk iets lichter gelaten. Ik heb een beetje de kleur eruit gedraaid, want ik vond hem te hard in kleur. Dus ik zou zeggen, als je een rol hebt gefotografeerd, ga nog even terug naar de tekentafel en pak die rolfile erbij. Nou, de laatste twee foto's die ik hier heb zijn van Pien, volgens mij. Ook alweer zo'n ontzettend mooie naam. Ik ga even kijken hoor. Is dat... Pier. Excuses, niet Pien. Pier. Ook al een naam die je niet heel vaak tegenkomt. Wat leuk zeg, hè? Weet je, Erik en zo en Johan zijn redelijk normale namen. Maar Pier kom ik niet zo vaak tegen. Je hebt twee foto's mee ingestuurd, allebei in zwart-wit. Eén van een wegrennend konijn. Is een konijn, ja. Waarbij je heel mooi dat tegenlicht ziet en die brandrandjes rond die vacht. Dat vind ik heel erg gaaf. Ik vind de actie heel erg gaaf. Ik vind de compositie heel erg gaaf. Je zou kunnen zeggen, ik spiegel de foto. Dan rent hij wat meer de compositie in. Wat ik zelf wat jammer vind, is dat hij heel duidelijk wegrent. Dus ik heb het gevoel dat ik hier als fotograaf aan het verstoren ben. Hij rent weg. Had hij nou parallel aan mij gerend, dan was hij wel weggerend, maar dan was het niet dankzij mij gekomen. En dat merk ik altijd. Ik ben heel erg gevoelig voor het gevoel van, hé, heb ik dit nou veroorzaakt of niet? Dus ik vind de foto mooi, ik vind de bewerking vind ik mooi, absoluut. Maar ik vind het wat jammer dat hij voor mijn gevoel voor mij wegrent. Dus ik probeer altijd contentfoto's te voorkomen. En het laatste beeld zijn berkenstammetjes. Ja, dat zijn natuurlijk van die. Ik ben natuurlijk een Scandinavië-liefhebber. Dus berkenstammetjes is natuurlijk iets. Hè, dat hele rechte en tegelijkertijd dat hele mooie zwart-wit contrast erin. Nou, denk ik niet dat dit in Scandinavië gemaakt is. Zou bijvoorbeeld in de duinen gemaakt kunnen zijn. Waterleidingduinen misschien. Ik heb zelf hier de omgeving in de Utrechtse Heuvelrug. Ken ik ook van dat soort berkenstammetjes. Ook ontzettend leuk om te bekijken. Zwart-wit vind ik hier ook heel goed gekozen. Waar ik een beetje mee zit, en daar kun je eigenlijk niet zoveel aan veranderen, is de horizon. En die horizon die leidt me eigenlijk een beetje af. Dat is een vrij rechte lijn in de achtergrond. En ik zit heel stil te kijken, wat zou er nou eens gebeuren als ik nou eens
Want ik vind eigenlijk die bovenkant ook een beetje rommelig. Als ik nou eens gewoon die boel zo eens ga snijden, een panoramische uitsnede van maken. En dan ga ik het lekker eens zo doen. Ik kan deze misschien ietsjes zo. En ik haal dan die horizon eruit. Zie je dat je nu veel meer in die berkenstammetjes blijft hangen? Licht trekt de aandacht. En zo gauw de lucht is, gaat je blik daar naartoe. En ik vind die berkenstammen zijn heel strak, maar die takken daarboven waren heel rommelig. Die lucht was wat rommelig. En nu blijf ik veel meer in die berkenstammen hangen. Vind je dit nu te breed, dan kan je ook nog besluiten om te zeggen, ik haal die rechterkant haal ik er bijvoorbeeld vanaf. En ik zet hem bijvoorbeeld zo neer. En dan blijf ik veel meer in die berkenstammen hangen. Lucht moet een functie hebben. En ik denk dat omdat jij heel erg op die patronen zit, dat die lucht in dit geval ja, meer afbreuk doet dan goed doet. Nou, we zijn weer aan het eind gekomen van alweer deel 32. Nou, zoals je ziet, zeker vergeleken met de allereerste fotobespreking dat ik nog in de woonkamer zit. Misschien is het je opgevallen dat de studio hier steeds meer, nou, voor mijn gevoel, wat mooier wordt. Ik ben al lang niet klaar ermee, want er komen als het goed is vanmiddag nog weer spullen binnen. Maar inmiddels ben ik nu zover dat ik... daar zat een grote lamp, hier zat inmiddels een lamp. Dus ik ben enorm aan het experimenteren met mijn belichting. Om gewoon de uitstraling van de video's die ik hier opneem, om die gewoon net even wat professioneler en mooier te maken. Heb jij natuurlijk niet zoveel aan als instuurder van je foto's. Maar voor mij is dat wel een teken. Ik ben steeds meer bezig met filmen. In het begin deed ik het allemaal met de webcam opnemen. Nou, inmiddels staat daar een camera die in 4K aan het opnemen is. Zodat ik wat kan zoomen en pennen. En heen en weer kan bewegen. En dat soort dingen kan doen. Dus ik kan er wat leuke trucs mee gaan uithalen. Er komt binnenkort ook een externe monitor komt er binnen. Nou, zo ben ik wat dat betreft aan alle kanten bezig om... de boel net even wat te professionaliseren. Want uiteindelijk wordt filmen ook gewoon steeds belangrijker. Voor wat betreft de fotobespreking. Je mag nog steeds insturen. Maar naast de welbekende eisen. Die ik overigens ook hier niet weer in had. De welbekende eisen. Dat ik graag de foto als bijlage heb. En niet als een plakplaatje in mijn mail. En dat ik de foto's graag voorzien wil hebben. Van de EXIF gegevens in het bestand. En niet als grote lappen tekst in je mail. Want dan kan ik het in Lightroom meteen bespreken. Heb ik ook niet zozeer de eis. Maar je... als er foto's bij zitten die heel erg lijken op foto's die ik al besproken heb en waarbij ik steeds dezelfde tips ga geven, dan kan het zijn dat die foto niet besproken gaat worden, want dan vind ik, kijk gewoon even terug bij die andere fotobesprekingen. Inmiddels hebben we er 31 al achter de kiezen en met deze erbij 32. Dus dat betekent gewoon dat ik graag foto's ga bespreken waarbij ik tips kan geven, zoals hier, wat ik hier heb gedaan, die nieuw zijn. Nieuwe tips, nieuwe dingen, zodat we gewoon weer een meerwaarde aan hebben. En dat ik niet elke keer dezelfde tips ga geven over denk aan je achtergrond, denk aan je diafragma, et cetera, et cetera. Dus, als je graag foto's besproken wil hebben en je wil graag leren, kijk ook eerst op al die andere filmpjes. Kijk ook eerst al die andere fotobesprekingen door. Ga dan vervolgens kijken, oké, mijn foto's, die zijn anders dan de andere foto's. Ik heb toch duidelijk andere vragen erbij. In dat geval stuur ik ze in. Zijn je foto's redelijk vergelijkbaar? Of denk je, oké, mijn foto's, daar zal hij waarschijnlijk dat en dat over zeggen. Ga dan eerst met die tips aan de slag. Ga dan eerst lekker verder experimenteren. En ga pas daarna weer insturen waarbij je het gevoel hebt, oké, nu loop ik pas klem. En nu heb ik weer behoefte aan nieuwe tips. Tot de volgende keer. Alweer fotobespreking nummer 33. Hey, heel veel plezier jullie allemaal.